Goedendag beste tv-hattemkijker en kijkertje. Ook dit keer is het ons weer gelukt om ruim een half uur vol te maken met leuke, gevarieerde onderwerpen. Dit had best een uur kunnen zijn, want we kunnen nog best een groot aantal enthousiaste vrijwilligers gebruiken die zich willen laten opleiden tot cameravrouw of cameraman. Ik kan u verklappen, het is een aantrekkelijke en zeer waardevolle hobby. Wij zijn erop voorbereid om meer uit te kunnen zenden. Dus meld je aan bij ons. Zo, na deze oproep gaan we snel naar de onderwerpen van deze week. Ronduit Hattem presenteert nieuwe site. Mevrouw van Otterlo Nijland ontvangt een lintje. Dikke Tinnenfestival zet Hattem weer wereldwijd op de kaart. Opening expositie binnen en buiten in het Voorman Museum. En veteranen te gast bij burgemeester. In de wereld van het digitale tijdperk gaat alles veel sneller dan ooit gedacht. Een paar jaar geleden hebben we opnames gemaakt van de presentatie van een nieuwe website van ronduithattem.nl. Nu blijkt deze site alweer hopeloos verouderd te zijn. En dat ligt niet aan de websitebouwer van destijds. Woord, woord, woord. Burgers, zegt het woord aan uw familie, aan uw bekenden en zorgt dat iedereen hier een geweldige dag gaat maken. Ik kan u bovendien aankondigen, geachte boeren, burgers en buitenlui, dat over 500 jaar dit heel anders aangekondigd wordt dan u vandaag van mij hebt mogen vernemen. Dan gaan we op 6 september 2010 een geweldige nieuwe website gaan we openen. En u kunt daar alle informatie krijgen die u wilt. Deze heugelijke dag stel ik u nu vast in het vooruitzicht. En ga daarom die prachtige website onthullen. Hierbij. Ik mag hem overhandigen. Aan Angela, de webmaster van Hattem ronduit in 2010. Ik hoop dat je de bevolking net zo goed hiermee kunt voorlichten als ik het vandaag heb mogen doen. Dankjewel. Ik ben eigenlijk niet de webmaster, dat is Engeline Mitrouw. Zij heeft deze website geheel omgebouwd, mede dankzij de steun van de HAVO. Alsjeblieft, Engeline. Ja, hij is voor jullie eigenlijk, toch? En hebben we een nieuwe webredactie en dat is Astrid Maassen. Zij gaat alle berichten verzorgen voor de nieuwe website. Dus alle berichten kunnen gestuurd worden naar de webredactie. Ja. En de nieuwe website is niet alleen bedoeld voor de toeristen, maar ook de burgers van Hattem kunnen daar alle informatie op vinden die zij nodig vinden, die ze nodig hebben. Engeline, waarom een nieuwe website? De oude website was eigenlijk hopeloos verouderd. De beeldschermen zijn groter geworden en alles moest nog steeds met de hand bijgehouden worden. Dat was echt heel veel werk geworden, want heel veel mensen sturen hun activiteiten in. En daarom moest er eigenlijk een nieuwe website komen, wat meer geautomatiseerd, zodat ook iemand anders als ik het kon doen. En dat heeft het bedrijf Groeispurt gedaan. En nu kan Angela alle activiteiten zelf bijhouden. Okay. Zoals je ziet is het een heel nieuw design, ruim en duidelijk opgezet. Hier links staan de speciale ronduit Hattem activiteiten. Die komen altijd op de voorpagina terecht, dat kunnen we zo selecteren. Een activiteit die geweest is, blijft wel staan, maar wordt grijs. En als je er dan vervolgens op klikt, dan ga je naar een terugblik. De agenda, we hebben verschillende soorten weergaven, uitgebreid en minder uitgebreide weergaves voor leden en niet-leden. En de agenda heeft nog langlopende activiteiten, die staan in een andere rubriek. De tentoonstellingen staan erin. We hebben zo verschillende rubrieken voor in de agenda en daaronderin uiteraard de terugblik van de ronduit Hattem activiteiten. Staat er meer op de website dan vroeger? Er staan verschillende items op een hele andere manier.
Heb je het net al gezegd van dat eigenlijk de items die zijn geweest, dus de agendapunten die zijn geweest, die gaan er nu ook automatisch weer van af. Vroeger moest je het allemaal handmatig eraf halen en het zit er nu ingebouwd dat we dat niet zelf meer hoeven te doen. Dus dat verdwijnt er dan automatisch weer af. Hoe kunnen de mensen de informatie op de website krijgen? Intikken www.rondhethattem.nl en dan staat eigenlijk vanzelfsprekend, kun je gewoon aanklikken wat je wilt en vind je eigenlijk alles wat je wilt. Kunnen ondernemers ook adverteren op deze pagina? Ja, graag zelfs. Ondernemers kunnen adverteren op een van deze pagina. Als ze lid zijn, krijgen ze daar 50% korting op. En het is ook aantrekkelijk om te adverteren op de voorpagina. Die zijn wat duurder, maar de website heeft ongeveer 300 pageviews per dag. Unieke bezoekers. En het is dus zeer aantrekkelijk om daar een advertentie te plaatsen. Als je de activiteiten in de agenda wilt hebben staan, dan moet je een mailtje sturen naar webredactie@rondhethattem.nl. En dan komt het erop te staan. Ik zie daar historisch winkelhart staan. Kun je daar wat van laten zien? Het historisch winkelhart is op verzoek van de haven ook prominent in beeld gebracht. En we hebben daar een plattegrond van. Op onze winkelplattegrond kun je eigenlijk alle winkels in Hattem zien met icoontjes aangegeven. En daarnaast kun je klikken en dan kun je zien waar de betreffende winkel zich bevindt. En zo hebben we eigenlijk de hele binnenstad in beeld. Alle winkels staan erop, lid of niet lid, zodat de toerist en ook de inwoner goed kan zien wat Hattem allemaal te bieden heeft. Het ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Hoort, hoort, hoort. Burgers, zegt het voort, zegt het voort. Aan uw familie. Mevrouw van Otterloo-Nijland zat niets vermoedend in de grote zaal van de Bongert te wachten op de festiviteiten van het Tinnengroep-jubileum. Tot haar familie uit binnen- en buitenland ineens de zaal binnenkwam. Volgens mij ging er bij haar toen een lichtje branden. Het is vandaag een hele mooie dag met het 40-jarig jubileum van Tinnengroep. Maar het belooft een nog mooiere dag te worden, want dan val ik met de deur in huis. Het heeft de majesteit behaagd om van Otterloo te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Het is natuurlijk heel fijn dat uw kinderen er zijn. Zelfs vanuit Frankrijk, je had ze al gezien. Je had al een idee van, die zijn er niet zomaar. Kleinkinderen, Kleuterkerk, Dominicaans, welkom. En dat zijn van de momenten die je bijblijven in je leven. Waarbij het natuurlijk ook jammer is dat je tegelijkertijd stilstaat dat er mensen niet zijn die je graag erbij gehad zou willen hebben. En waarbij je eigenlijk ook in de wetenschap mag verkeren dat ze in de omstandigheid verkeren dat ze toch weten wat er gebeurt. Dus in die wetenschap mogen wij hier stilstaan bij datgene wat de majesteit heeft besloten. En dat is niet zomaar, want een ridderorde die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. En u bent al jarenlang maatschappelijk actief. In de Tinnengroep natuurlijk, dat is de eerste. Maar daar voorafgaand al vrij lang geleden, voor 1970, we konden niet helemaal precies pitten wanneer dat was, als bestuurslid van de Christelijke Gezinszorg in Hattem. Maar ook als secretaris van Jubilate Deo, zangkoor. U bent van veel markten thuis. Maar de belangrijkste reden waarom dat u deze hoge onderscheiding krijgt, die ligt hem in het feit dat u actief bent geweest in de Tinnengroep. Eerst als algemeen bestuurslid, daarna als voorzitter een periode, een korte periode, en een hele lange periode als algemeen adjunct. Nou ja, zeer voor de hand liggend dat u deze orde heeft toegekend gekregen. Ik ga nu uitreiken. Even kijken. Oh, zie ik erin. Het begint met een gebruiksaanwijzing, zoals dat hoort. Het is een boekje met de spelregels. En erin staat wanneer u hem draagt en wanneer u hem niet draagt. Het tweede, dat is de orde zelf.
Die zit hier in de koker. Ik haal hem er niet uit, want dan krijg je hem nooit meer netjes in. En dan het meest bekende is natuurlijk de versierselen, zoals het heet, die erbij behoren. Kijk, dit is het draagspel, het frotteur, voor de dagelijkse gang van zaken. Maar deze is voor nu en voor hoogtijdagen. Niet klikken, hè? Nou. Even kijken. Dat is hem. Zo, van harte. Ik kwam vanmiddag binnen en toen zegt mevrouw van Otterlo tegen me van nou Johan, vanavond hebben we een gezellige avond, blijf je nog eventjes? Ik zei nou, ik weet niet. Heb ik toch gezegd? Een grote verrassing, of niet? Ja, zeker. Oké. Namens het college van de Diakenen wil ik je van harte feliciteren met deze prachtige koninklijke onderscheiding die je vanavond ten deel is gevallen. Als we hoorden wat je allemaal gedaan hebt, dan heb je deze onderscheiding zeer zeker verdiend. En we hopen dat je dit prachtige werk in Gods wijngaard de geruime tijd mag blijven doen. Namens de diaconie hebben we er heel lang over nagedacht. Willen we als blijk van waardering een cadeau overhandigen. Het is, zoals de Hartemers altijd zeggen, het is een gedeelte van onze kerk. Lieve mensen allemaal. We zullen wel denken, wat heeft dat mens nou nog te zeggen met degene die vanmiddag al besproken is. We hebben heel veel meegemaakt. We hebben moedershows gehouden. Mannen, oude mannen met korte broekjes en die witte benen. Hè? Weet je niet? Ja, ik kan wel veel opnoemen. Heel veel. Kun je een dikke kus geven? Bedankt voor alles, hè? Ja. Ik ga niet zo praten als die huren. Hij is een preutertje, hè? Doe goed. Je kan het goed, ja. Ik heb even een mededeling. Ze hebben me gevraagd of het in plat wil doen. Ik hoop dat jullie allemaal Hattems kunnen verstaan. Ik zal het een beetje rustig doen. En kun je misschien allemaal begrijpen. Maar ik heb niet zo lang verhaal als mijn buurvrouw. Willem van de Tinnengroep, zegt in elkaar. Maar Lucie die moet toch een leentje nemen. Ze was zo beul en 40 jaar. En die ellende. Dat is een half mensenleven. Ja, niet van iedereen natuurlijk, hè. Toen is de tinnengroep is naar het gemeentehuis gegaan. En er is over brood. En toen kwam de burgemeester het leentje brengen. We vonden wel net van een kleine gek nu. Mocht nemen van alles. Want we hebben zoveel bakje en thee drukken. En gewoon een kleine gek Rosje. En had er zowel gespeld, hè? Daar binnenin zit een hartje. Een hartje. En dat ben jij. Je bent ons hartje. En die bloemblaad is er weer. Daar ben de bloem. Dus we hopen dat ik heel veel zo draag. En alle dagen ons zingt. Na iedere reis had Lucie direct een slag op Rijn. Dan beleefden we alles weer opnieuw en hadden dan veel gein. Later gingen we maar één dag met de hele groep paraat. Maar voordat het soms zover was, werd er heel wat afgepraat. Wat hebben we toch een geluk met het Dikke Tinnenfestival in ons middeleeuwse stadje Hattem. Als dit festival er is, hebben we ineens prachtig weer. De vrijdag ervoor leek het er absoluut nog niet op. Het was koud en guur herfstweer. De kachel kon best aan. Maar zaterdagmiddag zochten sommigen in hun middeleeuwse kledij de schaduw op. We kunnen dus, mede dankzij het stralende weer, terugzien op een zeer geslaagd feest. Hartelijk welkom. De route van activiteit is allemaal gratis entree. U mag ons even bijdragen voor ons u daar wil. Ik voor deze niet vooral. Als je dan eindelijk zoeken bent.
Een ridder en een prinses zijn dit. Kijk, wij gaan samen trouwen. Of niet? Toch? Uit trouwen met hem mee? Nee, hè? Je gaat mij beschermen. Met een zwaard. Of niet? Het is weer te zwaar, hoor! Eens kijken wat ik allemaal mee moet hebben! Mogen we in activiteitenlijst aanbieden en vragen om een kleine vrijwillige bijdrage alsjeblieft? Dat kan wel, niet dat oh, nou doe mijn kleine vrijwillige bijdrage. Ja, ik kan al iets. Zit er nog wat in? Super. Het wordt een mooie dag, hè? Fantastisch. Schitterend weer en leuke attracties hier. En wij zijn lekker aan het bakken, hè? Maakt wel van die huis of wel? Nee, dat ene wordt langer op. Deze zijn nog een beetje warm. Dus. Hartstikke mooi, dankjewel. Mevrouw, ik heb iets voor u. Die was aan de beurt. Zo wat beter? Ja. Nou, dingen voor gebrek aan wijsheid. Het geeft heel veel aftrek bij je heren. Heren grijpen er altijd naar. Dat is de nood hè, van oudsher herbergen van wijsheid. Daar hebben we voor, even kijken, tegen het boze oog, de bijvoet. Bijvoet. Tegen blikseminslag ook heel erg goed. En dan wat hierin zit is tegen kiespijn. Zo, ruik maar eens, Katie. Voor de heren, voor de dames, om een prettige jeuk. Ja, nee, die geef ik even aan je. Voor de dame. Ja? Ja? Hartelijk dank. Ja, dan krijgt de dame een prettige kriebel en een prettige jeuk en dan mag u er weer vanaf helpen. Ja, werkt als een tier hier hoor. Echt waar. Ach, de wonder van mijn kind hoor. Nou, kijk of het nou ook nog gaat. Moet ik er langs halen. Yeah. Hoe lang heeft u deze ziekte al? Drie dagen. Niet pas sinds vanmorgen. Nee, en als ik ook eentjes krijg, dan kan ik er nog wat en water doen. Dit zijn dus de enige echte Hattemse kluikloeten. Tevens ook de bijnaam van de Hattemers.
Waarschijnlijk door vroeger de polderjongens en de steenfabrieken. En misschien hebben ze vroeger wel, als ze een week van huis aan, s'avonds kleiknikkers gedraaid om mee te nemen naar huis toe. En dan konden de kinderen mee spelen. Nou, ik bedoel het goed. Doei. Lust dat niet, hè, vriend? Nee, hè? Nee, hè? Ja? Wil jij een stukje worden? Hé, Pieter, hè? Ah. Oh, dat is een uur geleden. Ziet u die tong? Die is te scherp. Die is te slepen.
Ik zal mijn mes moeten laten beginnen. Doe het niet! Nee. Haal die vrouw weg! Ik zal direct bij mensen laten schrijven. Hij zit achter je. Hij blijft niet snel, man. Het bloeit aan zijn rug. Hey. Doe even normaal, man. Hij is het beweegt. Welkom op deze bijzondere raadsbijeenkomst op Sint Petri, 22 februari 1546. Allereerst wil ik controleren of iedereen aanwezig is. Arend van Aller. Present. Gerrit van Lennep. Ik ben er ook. Johan van den Sanden. Aanwezig. Tussen de stad, het stadsbestuur, de burgers en meneer Padervoort. En het ging over het veen. Padervoort dacht dat hij er wel stukjes van af kon pikken voor eigen gebruik. Met mijn hand zoals een blauw. En daarna ben ik bij jou weer aan. En zeg ik, ik hou van jou. Maar ik ben mezelf kwijt geraakt. Ik weet niet goed meer wie ik ben. Ik ben een vrouw die ik niet ken. Maar ik ben mezelf kwijt geraakt. Teksten van de wacht. Dus wie ben ik? Wie ben ik? Ik blijf jou eeuwig trouw! Vanzelfsprekend. Hey, ik denk niet dat ik jou niet zeker laat komen. Nee, dat dacht ik al. Dus dames en heren, mag ik even jullie aandacht? Want ik heb namelijk mijn grote liefde gevonden. En zij is het. Dank u wel. Ja, la la la. Op de dag van het Dikke Tinnen Festival werd er in de Achterstraat een verkooptentoonstelling geopend. Je zou denken dat deze niet op een ongelukkige tijdstip gepland had kunnen worden. Maar het zaaltje was nog niet eerder zo gevuld met vrienden van het Voorman Museum.
Men stond zelfs in de hal naar een tv-scherm te kijken. U, als vriend van TV Hattem, kunt het vanaf uw eigen bank terugzien. Voor nog niet vrienden van TV Hattem wil ik zeggen, u en jij horen er ook bij. We zijn hier gekomen omdat we nieuwsgierig zijn naar de nieuwe tentoonstelling in het Voerman Museum. Een tentoonstelling van 3 schilders. Agnes van Gelder, geboren in Veren. Zij woont nu in Den Haag. Dit schilderij, dat is de titel, is Werkkamertje. Daar ben ik aan het werk in een heel klein, sommige mensen noemen hun werkruimte een atelier, maar dit is een kamertje van 2x3. En daar heb ik vaak een spiegel, omdat ik dan met die spiegel afstand kan nemen van mijn werk. Dan zie ik die spiegelbeeld en dan kan ik het beter zien. Maar toen dat spiegeltje zo voor mijn neus stond, dacht ik, ik kan beter ook mezelf schilderen. En je ziet hier dus dat ik binnen een zonneklep op heb. Dat klinkt heel raar. Maar de mensen moeten zich maar eens realiseren dat als je zo doet, met 2 handen, ik kan dat nou niet doen, dat je dan eigenlijk veel meer ziet dan wanneer je dat niet hebt. Want dan komt er licht van alle kanten en als je dus die klep opzet, nou dat is eigenlijk het enige wat ik van dit schilderijtje verder kan vertellen. Jaap Nieuwenhuis, geboren in Deventer. Hij woont nu in Weltsum. Ja, het is een aquarel, die heb ik gemaakt naar aanleiding van de boeken van Van Gogh. Ik heb namelijk, zijn pas 6 dikke delen geschreven van de brieven van Van Gogh. En alle 6 heb ik aangeschaft. En die heb ik de hele winter door heb ik erin gelezen. En ik was zo opgewonden helemaal in Van Gogh helemaal. Dat ik dacht, op een nacht dacht ik, ik ga een aquarel maken met mijn zelfportret in het slaapkamertje van Van Gogh. En dat is een beetje een waanzinnig idee misschien, maar ik vond het gewoon leuk om te doen en hier hangt het dan. Alles wat ik maak, behalve dan het kamertje van Van Gogh, dat is niet bij mijn thuis dus, maar voor de rest is alles om en in mijn huis. En Wietse van der Noord, geboren in Kampen en die woont in Den Haag. Hier hangen 2 schilderijen die ik in tempera geschilderd heb, mijn vader. 76-jarige leeftijd, in Den Haag, bij ons op bezoek. Hij kwam met de trein met mijn moeder naar Den Haag en de eerste kwartier hoefde ik hem niet aan te spreken, want dan liep hij altijd langs de muren naar de voermannen te kijken. Daar was hij heel erg op gesteld. Toen heb ik gedacht, als ik mijn vader ga portretteren, dan wil ik dat wel combineren met de voermannen, waar hij zo van hield. Hij woonde hier aan de rand van Hattem, aan de Schipperswal, keek over de Hoenwaard op Zwolle. En ja, hier heb je de Hattems en hier heb je de weilanden van Voerman. En ik vond dat een hele logische combinatie. Ze hebben alle 3 les gegeven. En uit hun werken blijkt de verbazende intensiteit waarmee ze waarnemen. En het aardige is dat in dat hele jonge vroege schilderijtje al de dingen zitten waar ik in mijn hele verdere schilderen ook altijd bezig mee bent. Dat is namelijk de natuur, dat is de aarde, dat is de lucht en wat mensen daarin doen, in bouwen. Of dat nou boerderijen zijn of een stadje of een dorp, doet er niet toe. En als ik daardoor getroffen word, dan moet ik het maken. Er staat geen JV rechtsonder? Nee, het is geen JV. Nee. Ik heb dit in 76 gemaakt en ik was toen al begonnen, dacht ik, met het verzamelen van voermansschilderijen. Daar ben ik heel jong aan begonnen. En zo weet het door te dringen in het wezen van die vlinder, die wolkenlucht, dat interieur, dat zij de emotie die ze daarbij beleven precies kunnen doorgeven aan al diegenen die er ooit later naar zullen kijken. Alle 3 beheersen ze de technieken die ze gebruiken tot in de perfectie. Of het nu aquarel of olieverf is. En weten alles wat zij waarnemen tot in de fijnste details dienstbaar te maken aan de zo precies mogelijke verbeelding van de schoonheid van hun onderwerp. Wat Marjan betreft, die stond op een zondagochtend naar de tuin te kijken in ons eerste huis. We hadden daar een parterre in Den Haag. En we waren heel trots op ons smalle kleine tuintje in Den Haag. Wij noemen dat ons staphorstje. Zo'n smal perceeltje met heel veel groen. Qua nuances in de lichtval, de glans van de stoffen of de samenhang in de compositie.
Ik vond het licht zo prachtig op haar hoofd, op haar schouders, op die bloeiende vegetatie, die theerozen en die berenklauwen in volle bloei. En ik vond het een mooi visueel feest. Alle drie hebben zij een consistent oeuvre dat in de loop der jaren blijft groeien in zeggingskracht en perfectie. Het is een blij moment aanwezig te mogen zijn bij de opening van deze tentoonstelling van drie moderne kunstenaars die ieder op hun eigen manier heel precies de vorm en de tinten weergeven die hun ogen zien. Je zou deze fotorealistisch kunnen noemen, maar het is heel secuur met temperaverf geschilderd. En dan zo gedetailleerd dat geen fraudeur het erover zal peinzen zulke werken na te maken. Wij schilderen alles naar wat we zien en wat ons beroert. En dat is dan in olieverf of in waterverf. Wietse van den Noord. Naast zijn drukke bezigheden als restaurateur bij het gemeentemuseum en zijn leraarschap is hij gegrepen door het Franse landschap. Hij houdt van de afwisseling van de landbouwgronden met de zandstenen gebouwen. Hier en daar een witgekalkte muur, soms lavendelblauwe of licht turquoise luiken en deuren. Mensenwerk van de gebouwen en de groene en gele akkers, in evenwicht met de natuur van de beboste heuveltoppen en de steeds wisselende dunne wolken die het zonlicht bespelen. Je bent gehecht aan bepaalde schilderijen, dan hou je ze lang zelf. Maar op een gegeven moment vind je het ook leuk dat het onder de mensen komt. Of, we hebben twee zoons die zeggen ook wel eens dat moet je niet verkopen. Maar zoiets ga je niet verkopen, want dat is inderdaad iets wat je zelf zou houden. Nee, er zijn een aantal, ik geloof 15 of 16 schilderijen van mij hier te koop. En er zijn er een aantal die zitten in bezit. En vaak hebben we dat zelf, omdat mijn vrouw gaat protesteren of onze zoon of onze dochter dwars gaat liggen van dat mag nooit weg. Alle schilderijen te koop? Of, Nee, maar ik heb dit verkocht dus. Al eerder dus voor de tentoonstelling, maar ik had het lang. En mijn zelfportret, dat hou ik voor mijn vrouw als aandekker. Heeft ze toch een bad. Vandaag het laatste deel van Veteranen te gast bij burgemeester op de IJssel. De vorige keer liet de techniek ons een beetje in de steek qua geluid. Gelukkig is dat probleem in deze aflevering grotendeels verholpen. Ik hoop dat u en jij meer begrip hebben gekregen voor de moeilijke situatie waar deze mannen pal na de Tweede Wereldoorlog in zaten. En die voor sommigen nog voortduurt tot aan de huidige dag. Wat nodig was, ja. En hoe kijk ik er achterop terug dat Nederland daar tegen de Japanners gestreden heeft? Nou ja, ze zeggen allemaal wat had Nederland te maken. Nou, Nederland had er niks te maken, maar na de oorlog is toen. Als het normaal had gegaan, dan had Indië ook vrijgekomen. Ja. Maar dat ging anders. Ze hebben het veel doorkruist. Ja, maar de politiek, ze voerden een heel andere politiek toen in die tijd. Maar hoe was dat nou? Indonesië. Indonesië is groot geworden met de koffieplanters, Hollanders, theeplanters, suikerplanters en cetera. Echt waar hoor. En de koningin Wilhelmina, dat was de regentes van het hele kapitaal. Maar die is schatrijk geworden. En kwam al uit Indonesië. Echt waar hoor. Maar ja goed, dat is allemaal achter de rug. En daar hebben ze ons voor ingeschakeld. En ik weet niet praten van wat een communist ook doet, maar dat klopt niet. Maar ze hebben er ons voor ingeschakeld om dat zaakje weer een klein beetje op orde te krijgen.
Nou, hoeveel jongens zijn er mee gestorven? 6000 man die liggen in Batavia. Voor niks? Van Oppie. U kijkt er ook zo tegenaan? Ja, dat klopt, ja. Wij werden daar naartoe gestuurd. Helemaal van toeten of blazen wetende. Juist. En de voorlichting was minimaal op dat gebied. Je wist nooit wat er ging gebeuren. Nee. Wat vandaag aan de dag in Afghanistan gebeurt, gebeurde daar ook. Trekbommen, het is hetzelfde systeem. Ja, exact, exact. En ja. Maar meneer Teuven heeft toch een andere mening erover? Laat. Nou, de zin van die politieke acties, die wordt een beetje hier een beetje betwijfeld. Oh, nee. Achteraf is het natuurlijk niet nodig geweest. Nee, natuurlijk niet. Ja, want dat. Maar de manier waarop. Indië had wel vrijgekomen. Ja. Al die kolonialen die zijn teruggegeven. Maar het frappante is. Neem nou Afrika is. Waren allemaal koloniën. Ja? En nu zijn ze allemaal vrij. En het is overal een puinhoop. Nou, ik ben wel terug geweest. Ja, en ik heb het ervaren als een bijzonder mooie vakantiereis. Ja. En ik heb in die 4 weken dat ik daar geweest ben, meer gezien van de cultuur en de natuur, als dat ik in mijn 3,5 jaar dat ik er als militair heb doorgegaan. Ja, dat is precies zo. Echt waar, hoor. Ik ben daar met mijn vrouw geweest. En zou je zeggen van rancune bij de bevolking? Niks. Voor geen 2 cent. Nee. Alleen medewerking. Hoe kun je dat verklaren dan? Ja. Dat is onverklaarbaar. De bevolking op zich, de gewone bevolking, die waren allemaal voor ons. Ja. Maar het was de Republikeinen die tegen ons waren. Ja. En het was Sukarno en zijn club. Ja. En die moest de was. Ja, die hebben ook nog gehuld met die appen. Ja, dat is waar. En toen kwam Kat en Westerlee, die wou een heleboel en rechts en rechts. Dat was hier nog op de pijl. Nee. Die maakte heel veel doeken eronder. Dat is geen redden. Het is jammer, man. Ja. Ik werkte bij de Manarchussee. Dus we waren eigenlijk een politie ten behoeve van de Nederlandse militairen. Dus als er aanrijding gebeuren of ongevallen. Er werden wapens gestolen, voertuigen gestolen door de Serven. Dan moesten we dat onderzoeken. Voor zover mogelijk natuurlijk. Hè. En over het algemeen moeten er ook veteranen, om die categorie te behoren, daar moet ook oorlogshandeling in gebied gezeten hebben. Ja, je moet in oorlogsgebied hebben gezeten. Nou, dat was het wel, hè. Ja. Heb je al de lijven meegemaakt? We hebben wel wat dingen gezien daar, ja. Maar ook uit zelfverdediging moeten schieten? Of nee. Hoe kijkt u erop terug op die periode? Zinvol? Ik vond het een heel interessante periode. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat kun je achteraf pas zeggen natuurlijk. Maar zonder uw inbreng was het dan ook zo gekomen zoals het nu is? Dat weet ik niet. Dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Maar ik vond het heel interessant. Natuurlijk is het een ellende daar. Hè. Ik heb een maand in Srebrenica gezeten. En dan ziet hoe die mensen daar, die vluchtelingen, moesten leven, zeg maar. In omstandigheden, nou, dat wil je niet weten natuurlijk. Maar om dat een keer te zien, omdat je dan ook dingen hoort over de Tweede Wereldoorlog, wat hier in Nederland was, kon je daar wat dingen terugzien, zeg maar. Maar dus de psychische verwerking, zoals die andere mensen die we gesproken hebben, en bij u zal het wel een stuk beter gegaan zijn. Ik had er zelf niet zoveel problemen mee. Dan komt we, in Nederland heb ik de nodige dingen meegemaakt natuurlijk, tijdens je werk. Dus, Ik heb in 1994 in Joegoslavië gezeten, in Macedonië. Om wat te doen? Ik heb gewerkt als UNMOR. Dat was United Nations Militaire Observer. En heb ik daar 6 maanden gezeten. En wat heeft u kunnen bereiken? Weinig. Het is niet een missie geweest naar mijn hart. Dus, ook oorlogshandelingen meegemaakt? Ik heb wat beschietingen meegemaakt, maar ver van me af. Dus niet, godzijdank niet dichtbij. Dat heb ik een beetje kunnen ontwijken. Maar wat hebt u gemist daar zo voor uzelf? Ja, dat is een moeilijke vraag wat ik gemist heb. Voornamelijk mijn gezin. Dat heb ik echt gemist. Maar hoe lang duurt zo'n periode dat u weg bent? Nou, een half jaar, 6 maanden. Dus en dat is een hele tijd hoor. Dat is verschrikkelijk veel. En vergelijken met Indië, daar kunt u e-mailen en chatten. Voor die mensen daar heb ik heel wat meer respect voor dan voor mezelf. Wat die mensen meegemaakt hebben en ook hoe de opvang geweest is. En als ik dan wel eens hoor dat ze terugkwamen uit Indië en ze waren verbandpakje kwijt en dat ze die dan nog moesten betalen. Als je die ellende hoort van die mensen, dan is dat van ons, tenminste voor mij, daar praat ik dan over. Want
Als je die jongens hebben in Srebrenica, die hebben natuurlijk heel wat meer meegemaakt. Maar dan is het beter georganiseerd geweest. Indië, dan Batavia en Bondo-Nozak. En wat was uw taak daar? Ik zat bij de luchtmacht. Dus, was hoofdzakelijk aan de vliegvelden gebonden. Maar het is hoofdzakelijk. Ik heb ook praktisch niet anders gedaan als opleiding gedaan. Ik hoop dat het gegeven is dat de veteranen ook volgend jaar aan uw uitnodiging gevolg kunnen geven. En ik hoop ze ook allemaal weer te zien. Ik hoop dat dat een gegeven is. Dank u zeer. Dank voor de vriendelijke woorden. En nogmaals, hopelijk volgend jaar in goede gezondheid. De volgende keer. Met deze beelden nemen we afscheid van u. Graag zie ik u weer vanaf vrijdagmiddag. Dan hebben we nieuwe onderwerpen, waaronder de opening van het nieuwe paviljoen van de familie van de Stoep en de laatste ontwikkelingen van het nieuw te bouwen zwembad. Graag tot dan.